Oké, hierbij een uitleg hoe ik de oppervlakte ga uitrekenen van de piramide. De piramide bestaat uit 5 vlakken. De eerste vlak is het grondvlak, 5 bij 6. En de moeilijkste vlakken zijn de driehoeken. En ik ga 1 driehoek er even uithalen. Het driehoekje wat hier vooraan ligt, maak even een schetsje van het driehoekje. Waarvan ik weet dat dit 5 centimeter is. Echter, die bijbehorende hoogte, die heb ik nodig. En die weet ik niet. Dus met andere woorden, ik ga erachter komen, proberen erachter te komen hoe lang deze zijde is. En aan de hand van de tekening zelf maak ik dit extra lijntje. Want ik kan daar, die moet ik namelijk te weten komen omdat die loodrecht ligt op dat driehoekje, dat groene driehoekje. Nou, hoe kan ik daarachter komen? Door deze schets te maken. Dus die driehoek haal ik er ook weer uit. Ik zal hem daar even neerzetten. Die zijde weet ik niet. Die weet ik al wel. En die weet ik ook. Want hoe lang is deze zijde die hier beneden ligt? Die is namelijk de helft van 6. Dat is namelijk 3 centimeter. Nou, waarom de helft van 6? Als ik weet dat dit 6 is, dan is dit ander stukje de helft van 6. Nou, deze hoogte weet ik ook, dat is 5. En aan de hand van de stelling van Pythagoras kan ik dus weten de korte zijde 2 maal. En de korte zijde is 5 en de korte zijde is 3. En de lange zijde, dat is mijn vraagteken. Nou, 5 in het kwadraat is 25, 3 in het kwadraat is 9. Bij elkaar opgeteld komt er 34 uit. En omdat ik van daar naar daar kwadrateer, doe ik daar tegenovergestelde, de wortel van. Dus die lange zijde is ook wel de wortel van 34. En zou ik dat uitrekenen, dan komt dat ongeveer uit 5,8. En dan schrijf ik de decimale er ook nog even bij, want ik moet daar namelijk zo meteen nog mee verder rekenen. Als ik nou de oppervlakte ga uitrekenen van dit driehoekje, dan krijg ik dus oppervlakte driehoek. Ik geef het even zo weer. Is een half keer de zijde. Nou, de zijde is hier 5. Dus keer 5. En dan keer de bijbehorende hoogte. En in plaats van dat ik dit getal neem, die 5,83 gaat zo door, neem ik gewoon de wortel van 34. Dus keer de wortel van 34. Nu heb ik 2 van die driehoeken, want het voorvlak is exact hetzelfde als het achtervlak. Dus als ik nou het achter elkaar ga vermenigvuldigen met 2, dan heb ik die 2 vlakken in ieder geval bij elkaar genomen. Nou, ik kan dit in ieder geval uitrekenen, dat komt ongeveer uit 29,154, ga zo maar door, vierkante centimeter. Dus ik heb al 2 vlakken uitgerekend, het voorvlak en het achtervlak. Nou, dat doe ik eigenlijk precies hetzelfde als het rechtervlak. Nou, het rechtervlak, ik zal hem even hier in het geel weergeven. Hier, waarvan deze zijde is bekend, die is namelijk 6 centimeter. Alleen die bijbehorende hoogte, die wil ik weer weten. Want om de oppervlakte uit te rekenen, heb ik die bijbehorende hoogte nodig. Dus aan de hand van de stelling van Pythagoras, ga ik weer te weten komen, moet ik weer te weten komen, hoe lang dat lijntje is. Nou, dan kan ik alleen maar door dit driehoekje eruit halen. Van hier, weer daar naar boven. En dat lijntje, dat was die bijbehorende hoogte. Nou, laat ik daar die er even uithalen. Dus dit is 5. Dit is de helft van 5. Want als dit 5 is, is dat het andere stukje de helft van 5. Dus dat is 2,5. Dus dit is 2,5, dit is 5. En deze wil ik weten. Dat is namelijk de bijbehorende hoogte die ik nodig heb om de oppervlakte uit te rekenen van een driehoekje. Nou, ik ga weer de stelling van Pythagoras toepassen. Korte zijde, lange zijde. 5 en 2,5 zijn mijn 2 korte zijdes. Dit is dus mijn vraagteken. 5 in het kwadraat is 25. 2,5 in het kwadraat is 6,25. En tel ik dit bij elkaar op, dan komt er 31,25 uit. Maar ik moet weer die lange zijde weten, dus ik moet daar de wortel van nemen. Dus de lange zijde is ook wel de wortel van 31,25. Nou, en daar straks heb ik gezien dat ik
je wordt al van 31,25 niet hoeft uit te rekenen, want die gaat die zo meteen toch gebruiken. Nou, om uiteindelijk dan oppervlakte uit te rekenen van de beide driehoeken rechts en ook links, doe ik dus weer oppervlakte driehoek is een half keer de zijde, dus keer 6, en keer de bijbehorende hoogte, in dit geval dus 31,25. En omdat ik weer twee van die driehoeken heb, ga ik dit vermenigvuldigen met 2. Nou, reken ik daaruit, komt er ongeveer 33,54 uit, maar ik neem alles weer mee omdat ik nog niet mag afronden. Vierkante centimeter. Nou, nu heb ik al de oppervlakte van het driehoek rechts en links, oppervlakte van links van voor en achter. En dan hoef ik alleen nog maar de oppervlakte van mijn grondvlak uit te rekenen. Oppervlakte grond noem ik het. En dat was 5 bij 6. En dat is 30 vierkante centimeter. Nou, nu heb ik alle vlakken. En dan komt het optelsommetje. Totaal. Oppervlakte. Oppervlakte. Is ook wel die 29,154. Ga zo door. Plus 33,54. Ga zo maar door. En de laatste plus 30. En daar komt uit 92,7. Als ik afrond op 2 decimalen, 70 vierkante centimeter. Vergeet niet je eenheid aan het einde van je antwoord, want we hebben het over de oppervlakte van de piramide.